Joke onthult. Het item waarin Joke elke week iets vertelt wat niemand van haar weet. Je hebt zondag de Antwerp 10 Miles gelopen en daar gaat het over, hè? Ja, zondag heb ik de Antwerp 10 Miles gelopen en daar gaat mijn onthulling van vandaag over. Voor de Antwerp 10 Miles moest ik meelopen in Wave 3. Ken je dat? Het wordt ingedeeld omdat er zodanig veel deelnemers zijn in verschillende groepen. Dus ja. Ik zat in Wave 3, in groep 3. En ik mocht om 16 uur starten. Okay. Nu, voor de start heb ik snel nog 2 bananen gegeten en superveel water gedronken. Kwestie om een beetje veel energie te hebben en goed gehydrateerd eraan te beginnen. Ja. Maar ik was nu best wel zenuwachtig. En ik denk dat gewoon te maken... Ik was wel goed voorbereid en zo. Ja. Maar ik heb altijd heel veel prestatiedrang ten opzichte van mezelf. En de neveneffect en het feit als ik zenuwachtig ben, is dat ik ontzettend vaak naar het toilet moet gaan. Dus ik denk, voor de start van de 10 miles ben ik 3-4 keer, dat zou nu nog weinig zijn, ben ik echt naar het toilet moeten gaan. Maar ik had zoiets van, ja, het is beter nu dan strakjes tijdens de Antwerp 10 miles. Dus ja. Okay. Ik denk dat het was, ja, 5 voor 4 bijna 4 uur. Toen ik daar dan aan de start stond te wachten, vol spanning ook, om eraan te beginnen. En plots voel ik natuurlijk weer opkomen. Hè. Ik zeg, het is geen waar. Ik ben al 3-4 keer naar het toilet gehold daarnet. En nu is het weer van dat. En dan, je staat daar tussen duizenden deelnemers aan de start. Links en naar rechts te kijken of dat je ergens een toilet ziet. En toch wetende dat je niet meer gaat kunnen gaan. Want dan plots... hoor je het startschot en alle deelnemers beginnen te lopen. Oei. Dus ik kon niet anders dan ook meejoggen natuurlijk. En ik had zoiets van, ja, het is gewoon weer die stress. Dat zal wel overgaan. Ja. Maar niks was minder waar natuurlijk. Nee, nee. Tja, het is de derde keer dat ik mee heb gelopen met de Antwerp 10 Miles. Dus ik weet wel een plaatje zijn waar dat je eventueel kan gaan als je... en het meejoggen bent. En als de nood het hoogst is, is de redding nabij, zeggen ze. En dat is eigenlijk de zijberm voor de Kennedy-tunnel. Maar is dat op de ring dan? Op de ring? Op de ring, ja. Maar dat wordt afgesloten, dan lopen we door kunnen. En toch, dus dan heb je een dilemma dat je hebt. Ja, ik ben dan wel Joke van de Velde, maar op dat moment, een mens is maar een mens, denk ik. En we komen dus bijna aan de Kennedy-tunnel. Ik zie heel veel mannen. Mannen hebben dan dat voordeel, naar die zijberm lopen. En dus plassen. Ja, plassen. Maar ik zie ook 2 meisjes, huppelende deernen, ook helemaal op die berm gaan om daar ook een behoefte te gaan doen. En ik had zoiets van, ja, Joke, gewoon niet aantrekken. En heel snel... ook daar een boom gaan zoeken en gaan plassen. Dus ik heb niet opgekeken en ik ben als een hazenwind die zijbaan opgesprongen en ik heb dus daar mijn behoefte gedaan. En man, was dan een opluchting. Echt waar. Dus het is misschien raar om te zeggen, maar het was echt een super opluchting. En mijn onthulling van vandaag is dus eigenlijk dat ik de 10 miles heb gelopen. Maar dat ik ook een van de wildplassers was daar voor de Kennedy-tunnel. En dat allemaal in een tijd van 1 uur, 31 minuten en 18 seconden. Ja, de 10 miles uitlopen. Volgens mij krijg je nog een gasboete van Bart de Wever nu. Ja, gelukkig heb ik er geen gekregen. Dat kan nog komen, hè. Ik denk dat niet. Er zijn nog zoveel die dat doen. Allee, jong. Dus je hebt gewildplast eigenlijk in Antwerpen tijdens de Antwerp 10 miles. En dan nog net voor de Kennedy-tunnel. Dat is daar eigenlijk de enige plaats waar je nog kan gaan. De zijberm is richting Antwerpen of richting Gent? Sorry, richting Gent. Gent. Ja, ah, ja, ja, okay, ja. De zijberm. En daar heb je dan nog 2-3 bomen staan er daar. En daar kun je nog ja, snel gaan. Want daarna gaat het niet meer. Hè, met al die toeschouwers. Zo zijn er veel toeschouwers. Ja, dat snap ik. Ja, goed. Okay. Ja, Wadde. Amai, in het openbaar geplast. Gewild plast. Joke van de Velde tijdens de Andrew 10 Miles. Ik kon het niet meer houden. 30.000 deelnemers, 40.000 deelnemers. Geweldig. Ja. Beste luisteraars, wat ik graag wil weten. Wat is de gekste plaats waar jij ooit geplast hebt? Wat is de gekste plaats waar jij ooit geplast hebt? 6025. De Wim Show. Interactive.